Het is donderdagavond 20 juni, de day after de grote dag. En dat betekent een compleet andere setting. Alle deelnemers en vrijwilligers zijn lekker aan het barbecuen. En wij gaan jullie meenemen in de laatste minuten van Team Westland op de Tourmalet. Met dus vandaag ook de bekendmaking van de tussenstand van 2024. Dus we gaan snel beginnen. En vandaag zeg ik het gewoon alleen. Bonsoir, Team Westland! On s'est aimé, simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Ja, nogmaals, goede avond allemaal. Van harte welkom live vanuit Zuid-Frankrijk. Het is een ontzettend gezellige sfeer hier. Er wordt gebarbecued, er wordt nagelachen en vooral heel veel nagepraat over een hele bijzondere en unieke week. En dat ga ik ook doen met Dirk Huijs en René Beukers. Mannen, daar staan we dan. Het is donderdag. We spraken elkaar zondag. En toen vroeg ik jullie, naar wat voor week kijken jullie uit? Nou, René, met jou te beginnen. Wat voor week is het geworden? Nou ja, ik heb nu gezegd, ik zou heel graag willen dat het een saamhorigheid wordt binnen de groep. Dat het één groep met hele enthousiaste mensen is. En wat er deze week gebeurd is, ja, ik heb gezegd magic. En het is echt waar. Het is super gaaf. Super gaaf. Wat maakt het magic voor jou, Dirk? Wat was er zo uniek deze week? Ja, kijk, laat me eerlijk wezen. Je bent met een grote groep mensen. Geeft best een beetje spanning in het hele verhaal natuurlijk. Maar als je ziet hoe het allemaal vloeiend verloopt, is natuurlijk geweldig natuurlijk. Er is geen ongetogen dingetje geweest. Gelukkig ook geen ongelukken. Ja. En wat is er dan mooier om straks die mooie check weer omhoog te houden? Ja, want dat is natuurlijk altijd een bijzonder moment. Hè? Dat is de tussenstand. Dat betekent dat er later nog een eindstand komt. Zonder iets prijs te geven. Is dat ook iets waar jullie enorm naar uitkijken zo meteen, René? Ik hoop dat iedereen net zo enthousiast is als wij over het bedrag. Hè? Want, jullie weten het al, hè? Wij weten het nog wel. Ik nog niet, maar jullie wel. Wij weten het. Mag ik nog niet zeggen. Maar ja, het is natuurlijk ontzettend veel geld. Weet je? En dat zorgt straks voor ontzettend ontladen. En ik hoop dat de mensen een mooie afsluiting krijgen van een hele bijzondere week. Ja, met alle emoties daarbij de afgelopen week. Zeker. En wat hebben we geluk gehad, Dirk, met het weer. Ja, dat was natuurlijk uniek natuurlijk. Want kijk, laat wil ik weten, vanochtend vroeg hoorde je het al regenen. Nou, het heeft de hele dag geregend. Nou is het momenteel droog. Maar je had het morgen, vandaag ook niet kunnen organiseren. Nee. Met onweer erbij, dan kun je niks doen. Dan je rondje om de camping kunnen fietsen. Hey, voor de mensen thuis, we hadden vandaag enorm veel regen en onweer. Dat betekent als het weer van vandaag gisteren was geweest, hadden we simpelweg het toch niet kunnen maken met elkaar. Oké, mannen. Er zullen mensen zijn die denken, wauw, wat is dit gaaf. Misschien wil ik ooit ook een keer mee met Team Westland. Er komt ongetwijfeld volgend jaar een nieuwe editie. Vanaf wanneer kunnen mensen zich inschrijven, Dirk? De button is geopend. Als het goed is, kun je op de knop drukken op de site. Vanaf nu? Vanaf nu kun je je eigen aanmelden voor de editie van 2025. Nou, ik zeg allemaal, mocht u net zo enthousiast zijn geworden als wij, zeker aanmelden. Druk op de button, meld u aan voor de editie van 2025. En dan zien wij elkaar over een jaar. Maar eerst gaan we zo meteen toewerken naar dat mooie bedrag. Ik zie jullie zo meteen weer op het podium. En ik ben heel benieuwd. Bedankt, was mannen. Dank je. Mooie, belangrijke mensen voor Team Westland, Dirk Huijs en René Beukers. Ja, en we hadden het over die dag van gisteren, de dag van de beklimming. Maar om die goed door te brengen, moet er natuurlijk ook vooral enorm veel en hard getraind worden. Sienne ging van de week een paar keer mee met een aantal trainingsritten. En laten we even kijken hoe haar dat is vergaan. Loop het? Ik denk het wel, het wordt een hele mooie dag. Gaat hij voor nu fietsen, denk ik? Nee, never nooit. Schakelen gaat nog niet helemaal goed. Ik zag net jou in zo'n mooie houding naar beneden. Ja? Laat eens zien. Het lijkt of je mee aan de Tour de France doet. Nou, hè? Ben je daarvoor aan het oefenen? Nee hoor, nee. Ja, dat heb ik gehad. Hé, hoe gaat hij? Zo? Best. Ja, super. Hoef je hard te gaan, dat is maar mooi. Is. Oké, geniet! We zijn hier op stap met al die pubers. Willen ze nog een beetje luisteren? Nee, deze niet. Die ging gewoon de verkeerde kant op. En die was gewoon extra fanatiek om een grote route te doen. Ja, inderdaad, ja. Ga dan gauw achteraan. Succes! Ga je nou met dit karretje de berg op om al die dingen neer te zetten? Ja, maar dan eerst nog een stukje met de vrachtwagen hoor. En dan onderaan naar me beginnen en dan zo naar boven rijden. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En dan gaan we het dan overdragen. Dus ja, die moet het een beetje gaan leren. Dus. Hoe gaat het? Jij bent de eerste die hier nu boven is. Ja, het gaat goed. Ik hoorde net al van je docent dat je stiekem ontsnapt was naar de verkeerde route. Ja, misschien. Nee. Ja, ik vond het wel leuk als ik die mee mocht doen. Maar ja, ze lopen nu nog heel veel daar. Dus. En denk je,
bekijk het, ik loop vast verder. Ja. Volgens mij zijn we aan het fietsen, u was aan het yoga. Ja, ik heb heel last van mijn rug, dus ik moet af en toe even een beetje rekken. Het voordeel van die naamplaatjes is dat je dus precies kan zien wie zijn fiets hier in de bosjes gooit. Rick Jabben. Ja, mooi om te zien al die trainingsritten. Wat heeft CN het afgelopen week fantastisch gedaan. Ze is ook nog jarig vandaag. Er is uitgebreid voor haar gezongen, maar vanaf deze plaats nogmaals gefeliciteerd Cheyenne. Ja, en dan hier vier andere toppers bij mij aan de desk. Terwijl er achter nog gezellig gebarbecued wordt. Jullie zijn alle vier vrijwilligers van Team Westland. Belangrijke vrijwilligers. Ik begin even met jullie, want jullie hebben onder andere vandaag voor gezorgd dat die barbecue op en top is. Luc, waarom ben jij vrijwilliger voor Team Westland? Omdat het gewoon mooi is dat we het met één team mensen doen. Iedereen doet het met elkaar. Een hoop jeugd erbij, vind ik heel leuk. Vooral dit jaar. Ja. Heel veel mensen. Ja, en je doet er iets voor een heel goed doel mee. En dat doe je met liefde en heel, dus heel graag. Heel erg. Ja. En hoe is dat voor jou? Peter, je bent ook van die, een van die drijvende krachten van Team Westland. Ja. Nou, weet je wat het is? Team Westland is hetzelfde als skiën. Als je één keer geweest bent, dan ben je eraan verslaafd. Dus Team Westland, dan ben je niet vereven, dan ben je voor je leven. En daarom zit jij ieder jaar weer in. Ja. Nu doe jij ontzettend veel deze week, maar ik heb je natuurlijk ook heel de dag gisteren gezien op de berg. Iedereen naar binnen praten. Hoe is het met je stem? De stem gaat goed. Het is wel eens erger geweest, maar misschien door de kou, dat het allemaal niet zo op je sloeg. Ik weet het niet. Maar nee, de stem gaat momenteel goed. Dus. En hoe bijzonder blijft dat voor jou om dat te doen? Je kan het eigenlijk niet beschrijven. Het is ieder jaar anders. Ik zeg altijd maar zo, als je jaren een hond hebt gehad en hij gaat dood, dan zeg je krijgt nooit meer zo'n goede hond. En dan neem je een puppy. En dan wordt het weer een goeie. En dit is met Team Westland. Iedere editie is anders, maar iedere editie... Ja, je kan het niet onder woorden brengen, hoe mooi het is. Je moet het beleven. Het beleven. En het gaat dus nooit wennen? Nooit. En dat geldt voor jou? Hoe is dat voor jou, Jordi? Je gaat ook al een aantal jaren mee. Ja, gaat het ooit wennen, dit? Nee. Dat is, ieder jaar is het anders. Ieder jaar een andere club mensen. En dat is de mensen die ermee gaan. Iedereen is altijd zo enthousiast. Er zijn mooie momenten. Er zijn ook hele droevige momenten die je meemaakt. Maar eigenlijk... Ja, het blijft een fantastische week. Ja. Nu ben jij een relatief jonge vrijwilliger, want hoe jong ben je, Jordi? Ik ben 23. 23, dan kan ik me voorstellen op jouw leeftijd dat je hele andere dingen in je hoofd hebt. Lekker stappen, de wereld ontdekken. Maar jij stopt heel veel vrije tijd in Team Westland. Waarom doe je dat? Ja, eigenlijk, dat komt allemaal hier in deze week komt bijeen. Dan merk je dat, wat ik al zei, dus die hele week, die sfeer hier, die is zo fantastisch. Dat je, je leeft een heel jaar leven daar naartoe. Je bent bezig met acties om je heen. Je bent vooral voor de jeugd ook. Er komt heel veel goed geld, er komt goede acties zeg maar, vandaan. Ja. En als je dan ziet wat we dan hier met z'n allen neerzetten, ja, daar kan dat ik alleen maar heel trots op zijn. We hebben de bouwploeg gehad, de barbecueploeg, we hebben de speaker of the house en ook eigenlijk de bouwploeg. We hebben jou gehad gisteren de dag ook op de car met de muziek. Ja. Hoe was dat om iedereen muzikaal de berg op te krijgen? Fantastisch, ja. Als je ziet, we komen voorbij en mensen die dan het lastiger hebben met de berg beklimmen of die hebben dan... Even een momentje dat ze meer energie nodig hebben, ja, dan kom je voorbij, dus ik gezellig plaatje aan. En je ziet iedereen gewoon de wandelaars lopen polonaise, de fietsen doen, handen in de lucht. Het is, Je helpt ze letterlijk die berg op. Ja. Ja. En even een andere belangrijke krachten achter de schermen ben jij, Joyce. Maar het leuke is, jij regelt eigenlijk heel veel van voor de schermen. Want jij beheert onder andere het hele social media team. Ja. Wat doe je zoal? Kun je dat even kort uitleggen? Deze week was ik fotograaf, dus ik heb heel veel foto's gemaakt van de wandelaars. Gisteren de hele dag uiteraard gefotografeerd. En daarnaast ook alle berichten voor de social media heb ik geplaatst. Dus het was een combinatie dit jaar. Ja, een duobaan had je dus, een hele drukke duobaan. Ja, ja. Maar social media is op Team Westland enorm gegroeid de afgelopen jaren. Ja. Enorm veel content. Hoe beheers je dat als vrijwilliger? Want dat lijkt me een enorme taak. Dat doe ik met heel veel liefde en passie en heel veel plezier. Haal er ook heel veel voldoening uit. Heb hele mooie verhalen mogen vertellen en maken van deelnemers ook dit jaar. En dat gaat je niet in je koude kleren zitten. Deze hele week ook een prachtige band met al die mensen. Het is een stukje je baby, je kindje. Zo voelt dat. Ja, ja, zeker mooi. Wel. En hoe heb jij deze week beleefd? Het was dit jaar anders, want normaal was ik ook wandelaar. Deelnemers, dit jaar niet. Dat is weer een hele andere kant. Het is een hele andere beleving dat je geen deelnemer bent. Je bent nu echt bezig voor de deelnemers. We hebben gezorgd met het mediateam dat we altijd met het eten dagfoto's online of op het grote scherm achter ons hebben.
En dan zie je gelijk dat het stukje beleving al gelijk is voor de deelnemers. En dat is heel gaaf om daar de reacties op te zien. Ja. Om daarvoor te kunnen zorgen. Ja, want jullie zijn ontzettend belangrijk, alle vier en natuurlijk alle andere vrijwilligers ook. Om ervoor te zorgen dat die deelnemers aan niets ontbreekt deze week. Klopt. Heb je dat er nu ook zelf zo ervaren, nu jij een keer vanaf die andere kant hebt meegekeken? Ja, zeker wel. Als je dan ziet dat je, hè, wat ik zeg, met die foto's kunnen laten zien al direct met het eten. Ja, dat is fantastisch om te zien hoe daarop gereageerd wordt. En daarvoor te kunnen zorgen. Andere dingen, kleine dingetjes, zo links en rechts ook. Dat is heel tof om zo te mogen doen. Mooi. Ja? Hey Luc, wat neem jij mee van deze week zometeen terug naar Nederland? Wat ga je absoluut niet vergeten? Samenhorigheid met de jeugd. Vond ik dit jaar heel mooi. Ook middelbare scholen erbij. Ja. Ja, hoe bijzonder was dat ook voor jou om te zien dat er dus ook een aantal scholen zijn aangesloten bij Team Westland? Ja, ik vind dat heel mooi om te zien, want ja, je ziet toch met een hoop vrijwilligers dingen dat het toch wel eens wat vergrijst. Ja. Ja, en bij Team Westland is het toch wel heel erg een leven. En hoe is dat voor jou, Peter? Wat neem jij zeker mee naar huis deze week? Nou ja, en sowieso wat Luc zegt. Wie de jeugd heeft de toekomst. Ja, beter. Wat je voor de rest meeneemt is dat het weer... het was een hele pittige editie. En dan ben je de eerste paar dagen als je thuis komt, dan ga je weer relativeren. En dan, dan gaat de revue passeren. En dan denk ik bij mij, hopende volgend jaar weer een mooie editie, maar misschien ietsje lichter qua... Ik snap het. Ja. Qua zwaarte van de verhalen die er zijn. Ja. Maar dat zou ook betekenen dat er steeds meer mogelijkheden zijn om die ziekte eindelijk te overwinnen. Nou ja, dat is waarvoor we hier staan met elkaar. Dat is waar we hier met z'n allen voor zijn. Dus. Mooi gezegd. En hoe was het voor jou, Jordi? Wat ga je zeker mee naar huis nemen van deze week? De glimlach van de mensen als ze de mooie dingen meemaken. En ook de tranen van de mensen die eigenlijk de mooie dingen vertellen. Maar de hele week, ja, de emoties van iedereen die hier voorbij komen, dat is echt dat is iets dat kan je niet beschrijven. Dat mooi gaat mee naar huis. En tot slot bij jou, Joyce. Wat ga je zeker meenemen? Heel veel nieuwe vriendschappen. Van heel veel mooie deelnemers die dit jaar heel veel opnieuw waren. Dat is prachtig. En dat is om te koesteren. Heel goed. Nou, blijf het wel doen. Ontzettend gaaf en belangrijk dat jullie het werk doen. En grote dank namens iedereen hier. En het geldt voor jullie vier. Maar natuurlijk ook voor al die andere vrijwilligers. Want het zijn echt ontzettend veel. Dank jullie wel, de vrijwilligers van Team Westland. Grote klasse. Ja, zeker, zeker. We zijn niet alleen de vrijwilligers. Ja. Team Westland is groter geworden door de WOS. En dat mag ook gezegd. Nou, dat is lief. Dank je wel. Dank je wel. Goed gedaan, mannen. Dankjewel. Ja, en er wordt vandaag gebarbecued. Dat betekent dat er heel veel afwas te doen is. En één voordeeltje voor Cheyenne. Vandaag hoeft er niet afgewassen te worden. Maar ik wil heel graag even terugkijken naar hoe dat de afgelopen week ging. Want Cheyenne ging iedere dag op pad met een willekeurige deelnemer om die te verleiden om haar te helpen bij het doen van de vaat. Man. Allemaal heerlijk gegeten hier. 300 man eten is ook 300 man vaat. Ja, dat moet iemand gaan afwassen. Ja, nu zie je het al. Praat bij de vaat. Dat betekent dat ik de vaat ga doen, maar niet alleen. Ik ga eens even in de zaal kijken of er iemand is die misschien wil helpen. Ineke, volgens mij gaat u ook weer de berg op de zaal. Zeker, zeker, zeker. Voor de hoeveelste keer wordt dat? Zesde keer. Knap hoor. En ga je lopen of fietsen? Lopen, lopen. Want jij bent ook een beetje van de muziek hier, toch? Een beetje meer op het moment, ja. Leuk. Ja, voor zo'n goed doel dan. Is dat wel weer heel leuk om te doen? Ja, leuk. Natuurlijk. Ik heb ergens te horen gekregen dat jouw meisje thuis zit, zwanger, helemaal staat op ontploffen. Ja. Wat gaat er nou gebeuren als je dadelijk die berg op bent en ze belt, joh? Het is zover. De kans is gelukkig heel klein, want ze is pas 34 weken. En dan kribbelt het wel een beetje, maar dat hoort erbij. Gezonde spanning. Gezonde spanning, zeker. We zijn bijna klaar met de eerste ronde. Ik ga de volgende 200 borden vast even halen. Dus kom ze zo brengen, ja? Is goed, tot zo. Joe. Ik kom niet meer terug.
Ja, wat deed onze jager op het fantastisch. Heerlijk zijn. Goed gedaan. En dan naar jullie, de jongeren van Team Westland. En jullie staan hier met z'n vieren, maar er zijn er dit jaar ongelooflijk veel. Loek, om met jou te beginnen. Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk geweest, denk je, deze week? Volgens mij zijn we met een man of 50, ongelooflijk. Een hoop jongeren. Ja. Een leuke club, jongeren vooral. Ja, jullie zijn alle vier voor de eerste keer mee. Ik ben natuurlijk even benieuwd naar jullie ervaringen. Waarom ben jij meegegaan? Heb jij aangesloten? Ik heb het al een paar keer verteld deze week. Ik heb gelukkig niemand die heel dichtbij staat. Maar ik vind het gewoon een ongelooflijk mooie organisatie, een heel mooi doel. En om mij een steentje daarbij bij te kunnen dragen vind ik erg mooi. Ja, en wat is voor jou de reden geweest om je aan te sluiten? Ja, ook om een steen bij te dragen. En al die verhalen die ik hoor, mede door mijn ouders, moest ik gewoon een keer meegaan. En dit jaar kon het eindelijk. En hier ben je. Ja. En hoe heb je het beleefd deze week? Ja, saamhorig. Je bent echt één familie. Vanaf dag één al eigenlijk. Ja, jong en oud, alles door elkaar heen. Ja, alles om elkaar en iedereen hooi en gezellig. En hoe is dat voor jou, Daniek? Ah ja, die hebben het gisteren misschien gezien, maar mijn vader is natuurlijk met de handbike omhoog gegaan. Ja, we zagen jou de achterlopen als supporter. Ja, dus ik ben eigenlijk meegegaan voor mijn moeder en ook voor mijn vader om hem nog omhoog te duwen. Maar ja, dat mocht niet. Maar, maar dan ga je mee als supporter en dan beland je hier, zeg maar, tussen al de jongeren. Ja. Is het mooier of anders dan je van tevoren had kunnen indenken? Nou ja, ik moet zeggen dat ik niet echt verwachtingen had. Maar ik moet zeggen dat het wel heel goed bevalt. Want je hebt, ja, in het begin, ik kwam hier al met mijn beste vriend, maar je denkt nog van ja, pas ik er wel tussen, maar iedereen is zo met elkaar en het is zo een groep dat het is gewoon echt heel, heel gezellig met elkaar. Ja, mooi gezegd. Ja, ja Marla, wij spraken elkaar gisteren al op de bergen. Je hebt je motivatie verteld. Je bent hier onder andere omdat jouw vader 10 jaar geleden is overleden. Ja. Heb je in al die jaren al vaker gedacht, daar wil ik graag een keer mee naartoe? Ja, eigenlijk wel. Ik heb altijd al gedacht van ik moet het een keer doen. En ja, dan moet je het goede moment zoeken, wanneer ben je er klaar voor. En eigenlijk had ik dat dit jaar zoiets van, mijn twee beste vriendinnen gingen al. En toen dacht ik, nou, ik ga gewoon lekker mee met mijn moeder en dan gaan we ervoor. Ja, het gevoel was goed. Je dacht, dit jaar moet het gebeuren. Ja. En hoe is je gevoel nu aan het einde van deze week? Ja, heel goed. Ja, ja echt een fantastisch mooie belevenis is dit eigenlijk. En ik zou volgend jaar zo weer meegaan. Kijk, heel goed. Ja. Hey, stel nu, ik ben jonger en ik zit te kijken en ik hoor jullie nu praten. Wat zou voor mij nou een reden moeten zijn dat ik me zeker aan moet sluiten bij Team Westland? Omdat het één groep is. Dat vind ik het mooie. Ik ken ik denk een stuk of 10 man hier zo. En nu ken ik bijna iedereen bij naam. Omdat iedereen trekt elkaar zo close naar elkaar toe. Het voelt echt als één grote familie. Dus je hoeft echt niet bang te zijn om er buiten te vallen. Nee. Dat is het mooie aan Team Westland. Ja, Joyce, net, ik heb nieuwe vriendschappen afgesloten van de week. Geldt dat voor jullie ook zo? Ja, 100%. Ja. Ja. Zeker weten. Ja, wij ook. Ja, ja. Jullie hebben elkaar ook leren kennen. Hoe mooi is dat? Hey, nu is het natuurlijk ook vaak, het is ook een beladen week. Er gebeurt veel, er zijn veel emoties voor sommige mensen heel dichtbij. En er wordt ook, er is gezelligheid, er wordt gefeest. We hebben straks de feestavond, zeg maar. Hoe is die balans een beetje voor de mensen thuis? Hoe hebben jullie dat ervaren? Ja, je kan met elkaar zo erg die emotie delen en dat is zo mooi. Maar je kan ook op de momenten dat het gewoon wat luchtiger is, kan je zo erg met elkaar lachen. En ja, het is gewoon een heel mooi balans wat zoveel zelf loopt. Ja. 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 Eigenlijk heel natuurlijk dus. Ja, klopt. Ja, het gaat allemaal echt natuurlijk. En je geeft ook elkaar echt een momentje als je moet huilen. Net zoals zij moest eens huilen als het over de vader gaat. Ja, je troost elkaar gewoon. Of je elkaar nou kent of niet, iedereen is er voor elkaar. Ja. Dat is wel heel mooi. En wat doet het dan met jou even als je dan getroost wordt, zeg maar, door een voor jou relatief nog onbekende? Het is wel heel fijn, want we hebben elkaar dan nu in 3-4 dagen leren kennen. En het is wel gewoon heel fijn om te zien en te merken dat andere mensen er voor je staan als je het gewoon even moeilijk hebt. Dat maakt het mooi. Ja. Ja. Hey, jij zei net, nou, ik zou misschien zeker nog wel een keer meegaan. Hoe enthousiast ga jij terug naar Nederland morgen? Ja, we hebben een heel goed gevoel. En ik ga nog gelijk inschrijven. Kijk, ja, het kan vanaf vandaag, heb ik al begrepen van Dirk Huis. Dus je kan dadelijk nog in je hut, kun je gelijk je inschrijven. Hey, hoe is dat voor jou? Ja, hetzelfde. Ik was een beetje bang voor de voorbereiding, een beetje bang voor die berg. Viel die mee of tegen? Nou, het viel me uiteindelijk alles mee, maar ik had nog niet zo heel veel getraind. Maar het is me ook door de steun van de medemensen en door iedereen, de supporters langs de kant. Want ook die zijn er, is het zo gaaf om omhoog te gaan. En je wordt gewoon, als het ware, omhoog geduwd door iedereen en alles. Dus het is echt mooi en ik ga zeker ook volgend jaar weer mee. Wat goed. Ja, en dan voor jou, Daniek? Ja, het is gewoon zo'n mooie week geweest. En ik hoop dat ik volgend jaar weer mee kan. Ik weet nog niet, want ik ga reizen. Dus ik weet nog niet precies wanneer ik terug ben. Of het in je reisschema past. Ja, maar ik hoop dat ik volgend jaar weer mee kan. Zeker. Ja. En wat ga jij zeker vertellen tegen je vriendin als je thuis komt die niet mee zijn geweest? Ja, dat het gewoon een week is dat als je er connectie mee hebt, dat je het zeker aan moet gaan. Want het is gewoon zo'n mooie, leuke, gezellige, maar ook hele bijzondere week. Ja, maar ik wil ook zeggen, als je geen connectie hebt, dus geen echte reden, is het ook dus heel bijzonder en uniek. Zeker, zeker. Je kan altijd ook een manier vinden om mee te gaan. En dat doe je niet voor jezelf, kan je ook voor iemand anders omhoog gaan. Ja.
of gewoon om het doel te steunen. Gisteren van Jesse het verhaal gehoord over een buddykei. Dus iemand anders die kei naar boven kunt brengen. Dus eigenlijk kan iedereen gewoon mee. Ja, ja, zeker. En Marle, wat ga jij vertellen tegen de thuisblijvers die het hebben gemist? Ja, nou, ik heb nog een paar vriendinnen thuis die mij hebben beloofd om nog een keer mee te gaan. Dus ik kan ze nu bevestigen dat het echt een reden is om mee te gaan. Ja. Dus volgend jaar ben ik hier met 9 meiden, als het nou, goed is. Noem even snel de namen, dan weten we zeker dat ze volgend jaar bij zijn. Juliette, Sabina, Alicia, Babette, Quinty en Maud. Tot volgend jaar, hè? Bij deze staat genoteerd. Vanavond allemaal aanmelden. En jullie zijn ook bij. Dank jullie wel. Super fijn dat jullie er waren deze week. Ja, en de jongeren waren in grote getale hier. En het leuke was, ze hebben iedere dag ook een mooie bijdrage geleverd. Zij gingen vloggend de camping en de bergen over. En dat resulteerde iedere dag in een waanzinnig leuke jongerenvlog. En laten we even kijken naar de hoogtepunten van dit jongerenvlog van afgelopen week. Goedemorgen, mensen. Maar de Maasland hier is. Oh, ik zie mezelf. Dit is veel beter dan lopen. Gewoon. Lekker. Joehoe, 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 joehoe. Jongens, gooi even de review. Deze tour. Ja. Ja, tot dan. Ja hoor. Ja. Goed. Ja. Niet makkelijker dan dat. Goed te doen. Goed te doen. Het is nu al afgelopen. Ik dacht wat op de helft zaten. Jongens, wat vonden we van de tour van vandaag? Spechtieboon. Goedemorgen, dames en heren. Hallo, how are you? Maf Gees, Tom's idioot. We have making friends on the road. The French. Hoi! Altijd de vrienden. We nemen vandaag een kwartel eipil. Ik slikte vroeger 9 pillen. Nou, afwachten voor tv. Een hele goede morgen. Ik ben in de buurt, ik moet hossen. Pep Guardiola, the obsessive genius. Flonk, flonk, flonk. Aspergeboom. Doe mee voor de voedselbank. Op van Bessie. Back Bessie, ja! Yo! Dit is Freek Vonk in het wild. Hier zien we een super gave Franse luipaard salamander. Dit geloof je niet. Wat is dit? Bladeren. Waar is die? Oh, daar is die. Goedemorgen op deze vroege ochtend. Zijn jullie er klaar voor? Hey Luke, heb je geen onderbroek meer aan? En dat klopt, ik heb nu eindelijk geen onderbroek aan gedaan. Vandaag is het Luke zonder broek. Hoe gaat ie met jou? Joop, je vergeet wat. Er staan een paar ASO's op de weg. Oprotten met die camera! Oprotten aan! Mink, spring jij even op die koe? Nee, doe ik niet. Gaat hem! Arslog! Dit doe ik nooit meer. Ik wou dat ik met de trein was gegaan. Laatste kilometer. Het is me gelukt. En of ik hem heb beklommen op karakter. Jongens. Wat een ontzettende zelfingenomen kwal is dat, zeg. Ja, waanzinnig de jongerenvlogs. We hebben echt iedere dag genoten en ik hoop u thuis natuurlijk ook. Het is inmiddels achter ons een beetje rumoerig, dat kunt u misschien horen en zien. En dat komt allemaal omdat de tafels worden ingeklapt. Alles wordt in gereedheid gebracht voor de grote finale. De bekendmaking van de tussenstand van Team Westland voor 2024. Zometeen, dus dat is het in ieder geval wat u hoort en ziet. Maar in de tussentijd ga ik in gesprek met weer 4 nieuwe gasten. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Want we gaan zometeen een mooi bedrag omhoog houden. Althans, dat is me net beloofd door Dirk en René, dus ik ben ook benieuwd. Maar dat geld moet natuurlijk ergens vandaan komen. En jullie hebben alle 3 actie gevoerd. En Bob, jij kan ons zometeen vertellen wat er met het geld gaat gebeuren. Laat ik even met jou beginnen, Michael. Wat heb jij voor actie gevoerd om veel geld binnen te halen? Nou, ik heb geen actie in mijn eentje gedaan. Dat doen wij sinds de start van Team Westland op de Tourmalet met een groepje van zo'n 10. In de eerste bijeenkomst van Team Westland bij Toyota Beukers werd het idee door 2 verschillende partijen opgevat om een actie te doen. En dat is de groente- en fruitenpakketactie. Dus die doen we eigenlijk alle jaren al. En, met succes. Met succes. Want even voor de mensen die denken, ik heb er misschien wel eens wat van gehoord. Mensen kopen dan een groente- en fruitpakket bij jullie. Ja, en die is samengesteld met verse producten. Met name Westlandse kwekers, handelaren, die Prodeo dat inbrengen. Dus ja, eigenlijk 0 kosten. En de opbrengst komt volledig ten goede aan Team Westland. Fantastisch. Wij doen dat eigenlijk in een redelijk kort tijdsbestek. Tuurlijk vergaderen vooraf. Maar op 1 dag worden de producten geleverd.
één dag pakken we ze in en leveren ze uit. Dus afgelopen jaar hebben we dat op 31 mei gedaan. En hoeveel pakketten zijn er dit jaar verkocht? Dit jaar hebben we 1500 pakketten verkocht. Dus dat is een opbrengst van 45.000 euro. Wauw, 45.000 euro. Fantastisch. Ja, dan aan jou, Ian. Jij bent nieuw dit jaar als deelnemer. En dat betekent ook dat je natuurlijk na moet gaan denken over het inleggeld dat je hem in gaat brengen. Het sponsorgeld bij elkaar krijgen. Ja, hoe heb jij dat aangepakt? Nou, we zijn eigenlijk met 7 leden uit de Lier. En Gerard van der Stok is eigenlijk onze nestor geweest. Die heeft gezegd, ja, je moet wel het bedrag bij elkaar halen. En die heeft het idee opgewekt om een groenmarkt te bedenken. Kijk. Dus we zijn langs alle lokale tuinders gegaan om eigenlijk inderdaad producten op te halen. En dat hebben we de dag voor Moederdag, hebben we natuurlijk slim bekeken. Hebben we met z'n 7 dus geraniums, potplanten en andere assortimenten verkocht. Ja, ik hoor het woord saamhorigheid zeggen, dat is ook de term die heel de week hier valt, zeg maar. Zeker. Wat ik mooi vind, jullie hebben eigenlijk dus vooraf al bedacht met elkaar. We slaan de handen in één, we gaan als gezamenlijke groep gaan we acties bedenken. Ja. En dat heeft dus iets moois opgeleverd ook. Ja, absoluut. Nu heb ik als mensen horen zeggen, ja, maar dan moet je dus heel veel geld inzamelen, dan moet ik heel veel inspanning doen. Hoe heb jij dat ervaren als nieuwe deelnemer? Nou, het is natuurlijk wel op een gegeven moment spannend, omdat je wel eigenlijk moet gaan leuren om geld. Maar we doen het niet voor onszelf, we doen het voor het grote doel. En dat maakt eigenlijk de drempel al best wel laag om dit te gaan doen. Ja. En we zijn eerst langs de grote bedrijven gegaan en dat was eigenlijk al best wel positief. Maar ook de kleine tuinders werken ontzettend goed mee. En de reacties waren lovend van de tuinders. Iedereen staat achter Team Westland. Iedereen achter Team Westland. Mooi. Ja, en dan aan jou, Senna, want ook jullie hebben iets leuks bedacht. Ja, dat klopt. Wat hebben jullie gedaan? Ik heb samen met Marlo van Dop een padeltoernooi georganiseerd bij LTC Schavenzanden. Wij hadden 42 deelnemers die meededen en uiteindelijk daarna nog een buffet en een loterij. Uiteindelijk een supermooi bedrag opgehaald, ook voor Team Westland. Ja, wauw. En dat is het leuke, hè? Dat er dus allemaal creatieve acties ontstaan, allerlei hele verschillende acties. Hoe is dat voor jou? Hoe heb jij er beleefd om dus ook actie te moeten voeren om deel te kunnen nemen? Ja, superleuk. Het is heel leuk om je steentje bij te dragen en zeker om echt iets te organiseren. Want gewoon die sfeer tijdens dat evenement en wat je echt wel doet voor dat geld, dat vind ik heel mooi. Is het dan ook al zo dat je dus al een beetje in de flow komt? Dat het je ook helpt, zeg maar, om helemaal die weg naar de Tourmalet in te gaan? Ja, zeker. Er deed ook heel veel jeugd mee en ook heel veel jeugd van Team Westland. Dus dan spreek je elkaar sowieso al en hoor je alle mooie verhalen. Dus dat heeft zeker bijgedragen. En hoeveel heeft je de actie opgebracht? 3800 euro. 3800 euro en die van jullie? 5740, nou 45.000. Dat zijn enorme bedragen. En dan kom ik bij jou, Bob. Want er wordt straks een mooi bedrag bekendgemaakt. Ja. Maar dat geld moet ook goed besteed worden. Jij bent lid van de Goede Doelencommissie. Hoe gaan jullie straks met het geld om wat we straks omhoog gaan houden? Ja, wij zoeken de juiste projecten, de zinvolle projecten uit voor de regio het Westland. En meestal worden die natuurlijk ingebracht door de ziekenhuizen direct om ons heen. Laten we zeggen het Franciscus, het Rijden de Graaf en het Hagen ziekenhuis HMC. Maar ook twee grote academische ziekenhuizen, Erasmus en het RUMC, komen met projecten bij ons. Dat zijn de, laten we zeggen, medische projecten. Ja. Maar laten we ook niet vergeten dat we geld besteden aan de maatschappelijke kant van kanker, het Karmahuis, het hospice, et cetera. En we weten ook dat heel belangrijk is dat we geld kunnen besteden aan de mensen die het uiteindelijk verliezen, helaas. Maar als die dan nog bepaalde wensen hebben, dan zijn wij bereid om financiële ondersteuning te geven. En dat doen we met echt heel veel zorgvuldigheid. Belangrijk is ook, denk ik, in die commissie dat we met elkaar altijd consensus bereiken. We zijn eenstemmig. Ja. Als iemand zegt, dat kan niet, ik heb bezwaar of wat dan ook, dan moeten er argumenten komen. En dat lukt buitengewoon goed. Ja. We zijn een heel hecht team. Dus eigenlijk iedere euro die zo meteen omhoog gehouden wordt, daarvan weten we zeker dat er heel kritisch naar gekeken wordt. Dat het ook lokaal besteed wordt. Dat kan zijn aan onderzoek, kan zijn aan belangrijke maatschappelijke projecten, maar dus ook aan persoonlijke doelen. Ja. En kunnen deelnemers ook, want deze mensen hebben heel veel geld ingezameld, kunnen die zelf ook een doel aandragen bij Team Westland? Ja. Mensen kunnen op een gegeven moment ons bereiken. Wij zijn door onze voorzitter worden we meestal gecoördineerd en gestuurd. Mensen hebben vragen, mensen hebben op een gegeven moment via hun eigen arts of via hun organisatie zeggen ze ja, maar Team Westland besteedt daar geld aan, kunnen we daar naartoe? Dan zijn we bereikbaar en er zijn ook mensen die bijvoorbeeld behandeld worden en die zeggen tegen hun arts, goh, maar doen jullie daar geen onderzoek naar en dan komt er wel eens iets uit of een project wordt gecreëerd waarbij Team Westland wordt benaderd. En dan denken wij altijd mee. We hebben een zeer positieve instelling. Ja, hoe uniek is dat, hè? En we weten dus ook dat iedere euro echt goed terechtkomt. Ja, dat is absoluut een voorwaarde. Wij zijn wel eens een hele... Ja, we zijn kritisch, maar we proberen met name zorgvuldig te zijn. Ik denk dat een beter woord is eigenlijk. Ja. Omdat al die dingen, die centen moeten goed worden besteed. We weten allemaal dat er organisaties zijn die met
heel veel geld komen. Dat is fantastisch. Maar ik zeg ook wel eens, de kleine meisjes die koekjes bakken en het op de markt verkopen, is minstens zo belangrijk. Met €13,67. Ook die euro's worden goed besteed. En zeker. Die gaan niet naar allerlei rare kosten. Dat willen we niet. Mooi. En nog even één vraag. Er gaan soms grote bedragen worden uitgereikt aan onderzoeken of aan apparatuur in ziekenhuizen. Dat is ook enorm belangrijk. Maar hoe weten we nu zeker bijvoorbeeld bij een onderzoek dat dat onderzoek ook echt wordt afgerond, zeg maar. Dus dat iedere euro ook daarin goed besteed blijft. Nou Rob, dat is een hele belangrijke vraag. En ik denk dat ik daar ook een goed antwoord op heb. Wij vragen een voortgangsrapport. Dus als er een onderzoek komt, dan zeggen we, luister eens, er wordt een contract opgemaakt voor zoveel geld. Wij geven in eerste instantie een deel van het bedrag en laat dan maar zien wat je presteert. Dus na een jaar, of dat ligt een beetje aan het project, want dat duurt ook wel eens langer. Ja. Denk aan de coronaperiode, toen lag alles stil. Maar nu is het zo, we vragen een voortgangsrapport en we beoordelen dat. En als er geen voortgang is, ja, dan gaan we met elkaar praten, want dan moet er een oplossing komen. Maar dat is de wijze waarop je het in feite de vinger aan de pols houdt. Ja, en zo weten we zeker dat ook gedurende het traject iedere euro goed besteed blijft. Ja. Mooi. Hey, wat verwachten we tot slot zometeen? Ik hoef geen bedrag te horen, maar wat hangt er in de lucht volgens jullie? Wat gaan we zo meteen voelen, ervaren, Michael? Ja, op basis van ervaring zeg ik dat het een fantastisch feest wordt. Dus, kijk, nou dat, ja, dat is zo belovend. Wordt zeker gezellig. Bob, heb jij wat ja, zeg je jouw gevoel? Het is al een hele bijzondere bijeenkomst deze week. Zoveel jongeren met zoveel enthousiasme, met zoveel geld. Ik heb wel een bedrag in mijn hoofd. Ja, hou het nog even voor maar je. Maar ik ga het niet nee, zeggen. Nee. Ian, wat is jouw gevoel? Wat hangt er in de lucht? Ja, ik zie ook heel veel mensen die ook inderdaad voor het eerst zijn. En we hebben met z'n allen heel veel geld opgehaald al qua acties. Een record aantal acties volgens mij ook. Ja. Dus het kan alleen maar fantastisch worden. Als het dan dadelijk maar niet tegenvalt, jongens. Want de verwachtingen zijn hoog. Nee. Hoe is dat voor jou, Senna? Ja, nou, ik denk dat het een hele mooie avond gaat worden met een prachtig bedrag. En een mooie afsluiting van de week. Wauw. Als ik het goed herinner was het vorig jaar €605.000 wat omhoog ging. En tot slot gaan we daar overheen, denken we vanavond? Het zal moeten. Het zal moeten zelfs. Oh, hopen dat het dan gaat lukken. Maar laten we één ding zeggen, welk bedrag er dadelijk ook de lucht in gaat. Het is sowieso belangrijk. En wat Bob net zo mooi zei, iedere euro komt goed terecht. Dus is het €100, is het dadelijk €100.000. Of misschien wel €600.000. Het is sowieso goed. Dank jullie wel. Begeef je zo meteen onder de mensen, want we gaan zo meteen bekendmaken wat de voorlopige tussenstand is. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we nog één keer terugblikken naar de dag van gisteren. De dag van de beklimming van de Tourmalet. De dag waar iedereen enorm lang uit heeft gekeken en waarvoor ze allemaal actie hebben gevoerd. En die dag, die zag er gisteren zo uit op de top. I'm scared you really mean it, that you're never coming back. Ja, echt heel goed. Ik heb eigenlijk alleen maar genoten. Het was echt heerlijk. Ja, de laatste kilometer was zwaar, maar voor de rest echt heerlijk. I'm not ready to let you go. Fiets is toch anders. Ik doe het voor mijn vader. Mijn vader heeft altijd gefietst. En ja, dat lopen dan is ook een uitdaging, maar dit fietsen doe ik echt voor hem. En nu ook, dan sta ik bovenop de berg en dan komt dit liedje bijvoorbeeld ook. Dat is een liedje van mijn vaders begrafenis precies. En dan hier lekker gewoon het zonnetje, net heb ik gefietst. Dus dan komt alles even bij elkaar. Ja, dit is toch uniek. Moet je kijken. Dit is mooi. Genieten. Voor Rob van der Meij. Ja, dit is geweldig, man. Dit is echt top. Ik had het niet verwacht, zeg maar, eigenlijk. Echte vrienden doen dat, hè. En wat betekent de rol die voor jullie? Ja, heel veel. Juist wat er na alles wat er gebeurd is, is het, nou ja, het is natuurlijk in een stroomversnelling gegaan. En ja, het is alleen maar mooi dat we dat geregeld hadden. Ja. En nou ja, super blij dat we er nu zijn en kunnen zijn. Echte vrienden. Echte vrienden, ja. Ongelooflijk blij. Alle mensen, maar wat ben ik moe. En wat een mooie beklimming was dit. Mooie momenten meegemaakt, zwaar. Maar zo ongelooflijk gaaf. Wat ging er door je heen tijdens de rit? Het gevoel dat mijn opa bij me was. Ik ging gewoon makkelijk naar boven. Hij zou heel trots op je zijn. Het
starten en je staat op je moeder te wachten. Hoe bijzonder is het om hier vandaag voor jou te zijn? Ja, heel bijzonder. Ook dat we hier met z'n allen kunnen zijn. Ik had niet willen missen. En hoe trots ben je op je moeder dat zij vandaag, ondanks haar ziekte, toch deze berg beklimt? Ja, ik ben heel trots. Echt heel trots. Ik wist dat je een pauwvrouw was, maar wat jij vandaag hebt gedaan? Ja, hè? Ik sta er een beetje van te kijken ook zelf. Ja. Ja, ik dacht dat ik een motor nodig had. Maar die heb ik niet zo erg gebruikt. Nee. Je bent je eigen motor. Ja, blijkbaar. Ja, ja ik dacht na 6 meter dacht ik, nee, ik wil het niet met motor gaan doen. Ik ga kijken hoe ver ik kom. En nu sta ik hier. Ik heb heel veel losgelaten onderweg. Ja, ik heb weer ruimte in mijn hoofd om verder te gaan. En ik weet dat iedereen op me wacht. Boven, en dat is echt, dat is alles wat ik nodig heb. Promise that you hold me close, don't let me go. Take my heart, don't break it. Love me to my bone. Ik ben blij dat ik boven ben, maar het was echt een vreselijke mooie tocht. En het ging echt wel heel goed, maar bij dat gedenksteen dan breek je. Dan ga ik voor Miran, voor mijn zus en voor zoveel mensen die strijden voor kanker, voor mijn oom. Wim die is gegaan dit jaar. En heel mooi. En dan werd ik op het laatst begeleid door de muziek en door mijn vriendinnetje naar boven. Ja, nou dan krijg je vleugels. Dichter bij de hemel kom je niet. They say you know it, when you know it, I don't know. Wat is er nou zo bijzonder aan deze klim? Nou, veel emotie, maar ook wel weer echt ook met een traan en met een glimlach. Ja, en natuurlijk gewoon knokken met z'n allen om naar boven te komen. Dus ja, en dat dan met mijn broertje en met mijn zus te doen. Precies. Niet normaal. Ik denk vooral dat inderdaad, dat je op een gegeven moment met z'n drieën dan nog even de laatste stuk even omhoog mag. Ja, dat is wel echt heel dik. Ja, dat is echt wel heel erg gaaf. Waarom was dit een zwaar? Omdat je ouder wordt. Ja, en de emoties die. Hij is ook zijn vrouw verloren. En daar praat je over dan onderweg en dan borrelt het toch weer omhoog. Dat kan een ander niet. Iemand die niemand verloren heeft, die heeft niet dezelfde praatjes als wij. Maar ik ben weer leeg. We gaan vullen met. Biertje! Wat zeggen deze tranen? 3 jaar lang strijden. Bijna 4 jaar lang. Eerst ik, toen Kees. En Kees is nog steeds aan het strijden. Maar hij flikt het wel. Ja. Jullie zijn boven. Ja. Jullie zijn boven. Dames, ze zeggen altijd op de top 4 in het leven, maar jullie komen swingend binnen. Ja, ik nog wel, maar mijn zus niet meer hoor. Nee, was het zwaar? Het was niet echt zwaar, maar ja, emotioneel. Ja, wat maakte het emotioneel? Ja, gewoon dat steentje neerleggen voor je man en alles eromheen. Ja. Er komen alle emoties eruit. Ja, heel veel. Dat mag veel. Vandaag, hè? Ja, dat ja. Weet ik. Ja, supergoed. Ja. Gezellige ploeg. Ja, het was gezellig. En altijd wel lekker. Ja, die berg op. Hey, hoe is het om hier nu boven te zijn? Zeggen altijd, hier gaan we het leven vieren. Ja. Hoe voelt dat? Ja, geweldig. Doe het super mooi, de emoties die je hier meemaakt. En dan vervolgens om het hier te vieren met z'n allen. Ja, het is geweldig. Unieke belevenis. Ja, dat. Ik denk dat je het nergens anders mee zou maken. Hoeveel keer doe jij nu mee? 6e keer. 6e keer. Ja. Maar ik zie heel veel emotie. Hoe speciaal was deze editie voor jou? Ja, het blijft speciaal. Het is iedere keer weer dat monument. Het is gewoon kloot op zoals gezegd. Maar ja, dan krijg je kracht en dan loop je weer naar boven. En dan ben je boven. En dan gaan we feest vieren. Gaan we hier leven vieren, vind je niet?
En dan zijn we dan inmiddels volledig omgeturnde feestzaal terug in Zuid-Frankrijk. En daar staan de heren Dirk en René. En alle deelnemers, zijn jullie klaar voor het grote moment? Ja, want hier hebben ze al die maanden keihard actie voor gevoerd. Ieder op hun eigen manier en iedere euro, hebben we net gehoord, gaat ongelooflijk goed besteed worden. Wij gaan toewerken naar het moment dat we bekend gaan maken wat de voorlopige tussenstand is van alle inspanningen van alle deelnemers van Team Westland 2024. Nog één keer, zijn we er klaar voor, dames en heren? Dirk en René, zijn we er klaar voor? Dan is dit het moment, want de voorlopige tussenstand van Team Westland 2024 is geworden een bedrag van 731.000 euro! Wauw, wauw, wauw! Wat een mooi bedrag! 731.000 euro! En dat gaan we vieren met elkaar! But you never walk alone. Wat een bedrag. Dankzij jullie allemaal is er binnengehaald in de strijd tegen die verschrikkelijke ziekte. 731.000 euro, dames en heren. Pak elkaar beet, want we gaan Team Westland 2024 officieel afsluiten. Het feest die achter mij gaat verlopen even door. Wat een ongelooflijk hoog bedrag. 731.000 euro. Dankzij al deze toppers achter mij. En zingen het met liefde. You never walk alone. Want samen staan we sterk in de strijd tegen kanker. Dit was Team Westland 2024. Heel graag tot volgend jaar. En geef Spreek een groot applaus. Deze toppers, dank u wel voor het kijken. En tot volgend jaar. Découvrir